gevoel dat er ook heel veel energie binnen die organisatie zat. Heel veel deskundigheid, heel veel vakmanschap. Waarvan ik dacht, als ik dat de ruimte ga geven, maar dan moet ik het wel anders doen, dan gaat dat wel werken. Dus zo is eigenlijk het Rijnlands hier binnengekomen en ben ik vanaf januari 2017 gestart met bijeenkomsten te houden over wat is dan Rijnlands. Want dat was eigenlijk de conclusie. Het denken wat zit achter zelforganisatie was onvoldoende gedeeld. En dat stuk wat ik zei van vertrouwen daarin krijgen was echt wel een dingetje. We zijn begonnen met de zorgteams en hebben teams uitgenodigd om koploper te worden. Vergelijkbaar traject met wat de Betuwe heeft gedaan. Nou, daar zitten we eigenlijk nog volop in. We zien teams die daar al goed mee bezig zijn, die al klaar zijn, die de sleutel hebben zoals we dat hier noemen. Maar ik heb vorig jaar wel ook geconstateerd dat, en natuurlijk wisten we dat al, maar als je dit wil, en dan zeg ik even niet zelforganisatie als doel op zich, maar als je wil, wat ik heb benoemd in die bijeenkomst, er zijn twee dingen. Eén, echt de cliënt centraal stellen, echt zorg op maat leveren, echt daar ruimte aan geven. En tegelijkertijd een organisatie waarin het, ja, ik noem dat maar even, smooth verloopt, waarin je met elkaar samenwerkt, als er iets is dat je dat oplost in de breedte, dan vraagt dat iets van heel die organisatie. En dat is ergens het punt wat hier is gekomen waar ik op een gegeven moment dacht, we leggen dat bij de zorgteams neer, we vragen heel veel van hen, maar dat kan niet als we niet met z'n allen daarin meegaan. En dan zie ik mezelf ook als ondersteuner. En ik heb dat hier ook overnoemd, maar dat zie ik ook oprecht zo, dat wij als taak hebben of als opdracht hebben om ruimte te geven aan die teams, zodat zij die zorg op maat kunnen leveren. Dus dat is hier in ieder geval de aanleiding geweest om die stap te maken, om met de bedrijfsondersteuning daarin mee te gaan. En ik ervaar dat daar ook, hè, want het feit dat hier een aantal mensen zitten en daar een team zit, dat daar heel veel energie in zit. Maar ik realiseer me, als geen ander, en ook voor mezelf, dat dat echt vraagt om ander gedrag. Het is niet alleen maar een kwestie van inrichting. Want als dat zo was, dan waren we allemaal al klaar. Was het zo gebeurd. Maar ik werk al heel lang in de zorg, en jullie waarschijnlijk ook, en ik heb in heel veel organisaties gezien, dan doen we even een ander systeem, dan gaan we het anders inrichten. En dan denken we dat het gelukt is, nou, dan gaan we dat allemaal meten, en dan zien we de eerste twee jaar dat het allemaal gelukt is. En dan gaan mensen van positie verschuiven, of die gaan weg, en dan zien we dat het er niet meer is. En dat is wel echt mijn overtuiging, dat een verandering alleen maar echt iets wordt als het iets is van ons, van jezelf. En dan gaat het over gedrag en dan durf ik ook te zeggen, dan gaat het over wie je bent.